Met ingang van morgen begint openbaar groen resorterend onder OW met de registratie van jongeren tussen de 14 en 18 jaar voor de vakantiejob voor schoonmaak van het district. Coördinator Regio West Charles Perk vertelde gedetailleerd wat er precies op stapel ligt. Ingaande woensdag 9 juli beginnen wij met de inschrijvingen van de studenten. Je moet schoolgaande zijn en je moet tussen de 14 jaar en 18 jaar jong zijn. En hier op het terrein van openbare werken, sectie Nikeri in ons leslokaal, moet u dus vanaf woensdag tot vrijdag, hebt u de gelegenheid om u in te schrijven. 9 uur, tussen 9 uur en 2 uur in de middag zijn de scholieren dus in de gelegenheid gesteld om hier zich in te komen schrijven. Wat zullen deze scholieren gaan doen als ze zijn ingeschreven? We maken het jaarlijks mee. Is een initiatief van onze president, president Desiree Delano Bouterse. Is zijn project, zijn lievelingsproject zeg ik ook. En de bedoeling is dat ze dus alle hoeken, strategische plaatsen die we al in kaart hebben gebracht, parken, etc., zullen helpen opschonen. Ook bepaalde bermen, etc., waar mensen veel vertoeven, is prioriteit voor ons. En het zijn maar 2 weken werken en je krijgt een 300 of 350 SZD op zak. En je begrijpt, iedereen heeft een beetje geld nodig. En het is gewoon werken van 8 tot 1 uur in de middag. En dan bent u klaar in de vakantieperiode. We beginnen, denk ik, officieel 29 augustus, als ik me niet vergis. Hou me ten goede. Je hebt dan de eerste periode. We hebben 2 groepen. In Nikeri gaan ongeveer 200 studenten meedoen. 2 groepen. Maar dan heb je op Wageningen 50. De eerste groep heeft 25 en de andere groep heeft dan 25 ook. Het is een mooi project, lievelingsproject van onze president. En u begrijpt, vol enthousiasme kijken de scholieren ook er naar uit. Perk, die heel enthousiast is over de kringkundreactie van OW, die jaarlijks op initiatief van de president wordt uitgevoerd.